Geachte aanwezigen, namens het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek heet ik u van harte welkom bij de 4 mei herdenking hier aan de Rademakersbrug. We staan hier bij het monument dat is geadopteerd door leerlingen van basisschool De Meander uit Heelweg. Op 2 maart hebben we herdacht dat het 74 jaar geleden is dat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog op deze plek 46 personen als vergeldingsdaad door de bezetter werden gefusilleerd. Het oorlogsmonument dat op deze plek ter nagedachtenis aan de slachtoffers is opgericht, herinnert mensen nog dagelijks aan wat hier destijds is gebeurd. Vandaag staan we hier om, naast hen die hier vielen, alle andere landgenoten te herdenken die in de loop der tijden hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons land. Ook herdenken we onze landgenoten die waar ook ter wereld en vaak zeer ver van huis hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van burgers in andere landen. Laten we ter ere van hen die hun leven offerden voor de vrijheid van anderen een minuut stilte in acht nemen. Ik nodig burgemeester Van Dijk en zijn echtgenoot uit om namens het gemeentebestuur een bloem te leggen. Ik nodig het bestuur van Vast was Belang uit een bloemstuk te leggen. Iedereen die bloemen wil leggen, heeft daarvoor nu de gelegenheid.
Namens het gemeentebestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar komst. De herdenking op deze plek is hiermee afgesloten.